Gaan wij naar twee kringlopen, jongens. Het is zover. We kunnen weer kringlopen. We hebben 20 minuten. Oeh, heel mooi deze. Ik vind het een ervaring, hoor. Ik ben Emmy ook alweer kwijt. Oh, ze is daar. Hey, wat superleuk te kijken naar deze nieuwe video. Deze vlog. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ik ga morgen naar Emmy toe en dan gaan we naar een vintage store. En we gaan ook nog kringlopen, want we mogen weer. Echt zoveel zin in. Dus vandaag een dagje thuis en morgen neem ik jullie mee. Heel zin in. Leuk dat je kijkt. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan eventjes. Zo mis je nooit een video. Vandaag staat best wel veel op de planning. Ik wil sowieso wat werk afmaken, mails beantwoorden en wat dingetjes voor Your Inner Glow maken. Kom maar door. Lekker hoor. Lekker. Had ik al verteld dat dit melkopschuimertje van AliExpress is? 2 euro. Ik koop letterlijk nooit op AliExpress, maar dit, zo handig. What is your favorite thing during reading? What are you reading? Are you reading a physical book? Are you listening to an audiobook? Are you doing some other kind of learning? We'd love to know. Ik luister sinds een week nu best wel veel naar Clubhouse. En ik weet niet of je het kent. Het is dus een app waarbij je dus eigenlijk live podcasts kan luisteren. Het zijn bepaalde rooms. Ik heb ook een account. Daarbij kan je dus connecten met andere mensen. Dit is mijn favoriete room. Het is elke dag om 2 uur. Dit zijn de mensen die op dit moment aan het praten zijn. En ik kan dus hier mijn hand opsteken als ik ook wat wil zeggen of een vraag wil stellen. Dan kom ik dus op het podium. Echt, wat een uitvinding. I love it. Deze vind ik ook heel nice. Art of Peaceful Living. Hier zie je alle dingen die er zijn. Het is op invite. Ik heb nog 6 invitations. Dus mocht je echt, echt, echt heel graag op Clubhouse willen. Ik heb er nog 6, dus laat hieronder eventjes weten. Of laatst was ik buiten gaan wandelen en had ik gewoon 2 uur lang die talk op. En wat fijn is, je kan gewoon weer weggaan wanneer je wil. En dat is dus zo chill. Ik vind het zo inspirerend. Dus dat wilde ik eerst met jullie delen. De vraag van vandaag, van mijn 5-year journal, is: how do you encourage yourself? Goeie vraag om over na te denken. Ik ga hem even opschrijven. En daarna mijn to-do-list maken. Ik hou echt van dit boekje. Het is zo leuk. Misschien kan ik wel een keer een aanbevelen video maken met allemaal dingen die ik op dat moment aanbeveel. Of mijn favorieten van het moment. Dat is echt heel leuk. Laat even weten of jullie dat ook leuk lijkt. Want dan kan ik dat gaan doen. Oké. How do I encourage myself? Ik wil al enige tijd een nieuwe bril, dus daar ga ik nu op zoek naar. Toen 2021 kwam, dacht ik, yes, eindelijk het moment, want dit jaar krijg ik nieuwe zorgvergoeding. Ik was hier normaal gesproken helemaal niet zo mee bezig en vergat het vaak ook. Het blijkt dus dat veel jongeren hun zorgvergoeding niet optimaal gebruiken. Weet jij bijvoorbeeld of je dit jaar een nieuwe zorgvergoeding hebt voor een nieuwe bril of lenzen? Of ben je gewoon toe aan iets nieuws zoals ik? Ik wil namelijk een leuke actie met je delen van Pearl. Zij hebben nu bij elke aanschaf van een bril op Ster krijg je 60 euro zorgvergoeding cadeau. Of je nu aanvullend verzekerd bent of niet. En super chill, als je recht hebt op zorgvergoeding, declareert Pearl direct de kosten aan je zorgverzekeraar. Dit zowel dus bij een bril als lenzen. Daardoor hoef je dus zelf niks voor te schieten. Hoe leuk is dit dat ik de bril online kan passen? Ik vind deze wel heel erg leuk. Wat vinden jullie? Ik vind het wel leuk. Ik ga nog even verder kijken. Je kan echt heel makkelijk via de website van Pearl een afspraak maken. En dat ga ik nu ook doen en dan mijn bril ophalen. Ik sta niet in mijn huis. Zoals je kan zien, ik sta bij Emmy. Vandaag gaan wij naar 2 kringlopen, jongens. Het is zover. We kunnen weer kringlopen. We gaan naar Noppes Zaandam en Noppes Volendam. We gaan je meenemen. Even een outfit of the day. Ik heb deze trui aan. Het lijkt dat ik echt altijd deze trui aan heb, maar dat is niet zo. Ik heb met deze kool. Deze heb ik in een vintage box gekregen. En dan deze trui heb ik op Diepop gehaald. Alle sieraden zijn Ana Luisa. En dan heb ik mijn nieuwe broek aan. En ik vind hem echt zo leuk. Dit is eigenlijk een sneak preview. Want gisteren zijn wij voor het eerst weer naar een vintage store geweest. En daar heb ik dus deze broek gevonden. Hij is super high waist. Echt heel mooi.
En hij is echt perfect. Die video komt volgende week online, dus helemaal leuk. Kijk hoe cute het potje is. I love it. En de pannenkoekplant. Zo leuk. Jongens, ik wil even de look van Emmee laten zien. I love it, kijk. En ik ga dus straks een klemmetje halen. Want dat vind ik zo cute. En dat zag ik op TikTok. En dit is... dit is de look. Je zag echt zo'n... Zo'n pervert, ja. I love it. En dit is dus van de kringloop. Nou ja. Ik ben dus zeg maar blauw. Ja, ja. Die sokken, die schoenen zitten niet lekker. Dus ik moet het hoog. Maar ja, dat maakt niet uit. Fine. Dit. Je ziet donkerblauw. Blauw. Een beetje blauwig. Het is perfect. En beige. Het is perfect. En hier zit zwart in. Maar oké. Alsof het blauw is. We gaan de lunch halen. We hebben zin in. En dan gaan we naar Noppes. Yay. En een blauwe tas. Ja, met blauw inderdaad. Deze ruikt zo lekker. Ik ga Easy halen. Super lekker wok. En Emmee gaat... Hoe heet die? Fudo sushi. Fudo sushi halen. Het is dus... het zijn dus makis. Maar dan één hol. Zoiets heeft het uitgelegd. En ik kan het ook niet beter uitleggen. Het is een ongesneden rol. Ja. En je kan hem zelf beleggen. Ja. Dus ik ga gefrituurde garnaal, tamago... Nee, ik had dus een TikTok gezien en Emmee heeft gisteren aan mij laten zien hoe zij het deed. Ik vond het zo leuk. Het is zo makkelijk. We hebben net bij de kraat wat dingen gehad. Oké, ik wil het even laten zien. Dan pak je de, doe je dat? En dan draai je hem. En dan. Wat? Maar alleen is jouw... Het is helemaal goed hoor. Hier is een dutje nog. Ja. Jongens, wij zijn in Noppes, in Zaandam. Super veel kleding. We hebben 20 minuten. Ik ben er helemaal klaar voor. En Emmee zit al in de startblokken. Ze gaat ervoor. Ik weet even niet waar ik moet beginnen. Run in. Oh, wat een leuk pak. Oh. Mango. Heel leuk. Ja, je kan dus ook niet echt passen. Ik vind het alleen... Colbertje een beetje kort. Dat vind ik dan iets minder. Hier heb je wat giletjes. Oh ja, ik zoek nog eigenlijk een wit t-shirt. Voor een Spencer. Ik vind het een ervaring hoor. Ik ben Emmee ook alweer kwijt. Oh, ze is daar. Even kijken. Nou, hier hebben we de t-shirt kinderkleding. Oh, hier heb je wel... Heb je wat... Blazers. Oeh, dit is een hele mooie kleur. Maar wat is dit? Oeh, mooie trui. Het is bruin. Wat is dit voor kleur? Is dit wat? Nee. En M? Ik heb nog niks gezien bij. Ik ook niet. Oh, wat cute deze. Als dit nou een andere kleur was, is het echt super cute. Kijk, misschien vinden we nog een leuk zomerjurkje. Wie weet. Ja, ik zit ook naar de jurken te kijken. Ja. Dit is op zich, ik vind deze vibe wel altijd heel erg leuk. Ik heb gewoon paniek. Eigenlijk, zeg. En ik heb gewoon paniek. Dit is echt super cute, maar nee, toch niet. Ik dacht dat het cute was. We have no time for mistakes. Deze is wel heel leuk, alleen is een beetje breed, denk ik, voor mij. Ik moet zeggen, het is wel even wennen, die 20 minuten. Dus zo zien jullie onze eerste kringloop. Met 20 minuten maar de tijd, weet je. Ze hebben wel echt veel dingen. Het is aardig vol. Ik zal nog even bij de mannen kijken voor een wit t-shirt. Oh, wat een grappig tasje is dit. Best cute wel. Oeh, dit is een goeie. Hé, hey, dat is Kuifje. Tantan, echt leuk. Dit is een goeie tee. I found a good tee. Yes. Zeker nice. Toch? Want dat zie je toch niet? Je ziet toch alleen dit? Ja, dit ga je zien. Wel? Natuurlijk, ja, je hebt een veehals, Spencer.
Kijk, die beige niet. Dat maar komt toch zo? Ik ga ook nog even bij de home kijken, want ik wil heel graag een soort krukje of een tafeltje waar ik een plant op ga doen voor in de woonkamer. Dus. Ze is gewoon aan het passen, joh. Je aan het passen. Nee, ik heb even één been in een broek gedouwd. Nou, ik ga niet bij de home, ik zie gewoon echt niks. Deze is echt leuk. Zo cute. Ik moet zeggen dat je zo moet haasten, dat maakt het wel echt minder leuk, helaas. Maar ik ben wel echt al heel blij dat we het kunnen doen. Oeh, heel mooi deze. Hij is wel een beetje te groot. Helaas. We houden van oversized, maar... Dit is het hele home gedeelte. Maar ik zie nu even niks staan. Oké, heel het bovengedeelte is dus kleingoed. Oh, zo'n groot kringloop. Wauw. Zoveel spulletjes. Oh, die is mooi voor bij jou. Die is mooi, hè? Die is heel mooi voor bij jou. Oh, is dat opgehangen? Ja. Zoveel boeken. Ik ga toch nog even snel kijken. Gezondheid. Psychologie. Oh, kijk nou wie we hier hebben. Een van mijn favoriete boeken. Niet morgen, maar nu. Oh. Lessen in levenskunst. Oh my god. Zo'n klein karafje. Ja, die is heel schattig. Die is leuk, hè? Oh, ik vind echt dat ze leuke dingen echt hebben. Echt OCD. Wat heb je OCD? Nou, er zat een plakkertje dat scheef. Die heb ik er afgetrokken. Recht geplakt. Oh ja, je denkt dat ze daar tijd voor hebben. What the hell, die girl. Kan ik dit meenemen? Dit is een mooie plantenpot. Ik vind het heel leuk. Ik denk dat we wel moeten gaan, Em. Ja, we moeten helaas gaan. Weet je wat het is met kringlopen? Je moet gewoon echt even de tijd nemen om te zoeken. En nu moeten we heel erg haasten, dus dat is gewoon jammer. Bij de Action House is het 10 minuten, dus dit is dan niet zo... Wat is dit? Oh, dit is zo cute. 1,50. Wat is dit? Even, in ieder geval mijn ervaring. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring ook. Ik vind het echt al heel fijn dat het open is. Dat we weer kunnen gaan. Alleen de experience, wat ik het leukst vind aan kringloop, is echt dat zoeken en echt goed zoeken. En niet heel snel kijken. Dat gaf me echt een beetje stress, sowieso. Ja. Maar ook... De ervaring is gewoon anders. Want bij ons, zeg maar, voor mij gaat het niet echt om de spullen. Natuurlijk is het superleuk als je unieke, toffe dingen vindt. Voor een prikkie. Maar de hele experience is anders. En dat vind ik, daar moet ik aan wennen. Dat vind ik jammer. Ja, dus jij, wat je eigenlijk bedoelt, wat is wat wij altijd zeggen. Als we niks vinden, is niet erg. Nee. Dan heb je gewoon lekker gekeken. Ja, het is gewoon de zoektocht. Dat vind ik leuk aan kringlopen. Ja, en het is ook altijd dat je bijvoorbeeld ziet van, oh, deze broek had ik vroeger ook. Of wow, kleur. Of wow, en dit nu, zou ik nooit kopen. Ja. Dat valt allemaal weg. Wat ook weer niet erg is. Het is gewoon anders. Is hier moeten we gewoon aan wennen. Ja, ja. Het is ook niet dat het forever zo gaat zijn. Ik vind het echt wel leuk dat we konden gaan. Oh, ik ben hartstikke vrolijk wel. In de zin van dat we er gewoon weer zo geweest zijn. En ik denk, de dames achter de kassen, die gingen ook echt met ons kletsen. We zijn nu in totaal langer binnen geweest. Maar omdat ze ook dat gewoon met ons gingen kletsen. En ze vroeg ook, dit is mijn kringloop een beetje in Zaandam. En toen zei ze ook, ja, wat vind je ervan? Dat het anders is. En dan ging ze helemaal uitleggen. Dus ik denk dat ze gewoon ook echt super blij zijn dat er weer mensen komen. Ja, snap ik. Dat snap ik heel goed. Ja. Ik ben heel blij met het boek. Doei, Wayne is een van mijn favoriete personen op deze wereld. Maar heel nice. En na mij. Ja. Kom hij nou tegen ons uit, hè? Nee, toch? Ik hoorde wat. Maar het zal met zijn jas zijn. Het zal niet boeiend zijn. Dit super cute karafje. Voor 30 cent. En dit boek was 1 euro. Vet dik boek. Is lekker overbelicht. Sorry hiervoor. Hallo? Oké. Ja, 1 euro. Als je wilt zien wat hij mee heeft. Check hem in de kanaal. Naar huis. Wij gaan lekker pizza eten. Masico. Pizza masico. Fratelli. Jongens, ik heb een Spencer overheen aan. Over het t-shirt wat ik bedoelde. En je ziet het niet. Alleen als ik echt een beetje het zo doe. Kijk, dan zie je een beetje die antenne. Van Kuifje. Anyways. Hij past. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh? Keep losing
while driving in the backseat. Dit ziet er toch fantastisch uit. Echt very nice. Oh, kijk nou, maar hij is zo groot. Thank you. Thank you. Oh, thank you.